Ja, dag, darters en dasters. Paasweekend. Dus dat betekent dat we gaan darten in Hotel De Druiventros voor het Open De Druiventros. Vier dagen lang. Maar liefst, we beginnen op vrijdagavond. En dan zaterdag, zondag en maandag met de tweede paasdag ook. 18 dartbanen staan er. Dit weekend is iets rustiger qua inschrijvers. Ze hebben minder dartbanen neergezet. Hier achter mij zie je er 11. En aan deze kant nog eens 7. Daar zit de harde werker van vandaag. Net een bord friet naar binnen zitten douwen. Dus die heeft zijn energie weer aangevuld. Open De Druiventros. Vrijdag beginnen we met een mixdrouw toernooi. Vrijdagavond. En op zaterdagmiddag spelen we tactics koppels. En mixkoppels. Zaterdagavond zijn herenkoppels en de dameskoppels. En dan zondag en maandag, dus eerste paasdag, tweede paasdag. Beide dagen heren singles en dames singles. Twee losse toernooien. Op zondag het Open De Druiventros en het Open Berkel en Schot op maandag. Beide dagen, zowel zondag als maandag, is de eerste plek bij de heren €500. En bij de dames €200. Maar liefst €6.000 prijzengeld gaat eruit dit weekend. Wil jij een deel van die prijzenpot mee in huis maken, mee in huis nemen of kans erop maken? Schrijf je dan in voor via de website www.bestellers.nl. Of kom op de dagen zelf inschrijven. Dat kan ik gewoon aan de wedstrijdtafel nog. Daar hebben we hem gemaakt. Daar zit de wedstrijdtafel. Nou, wij gaan nog even de laatste dingetjes doen. Nigel zal weer blijven zitten. Moet ik het weer alleen doen? Iemand moet doen, hè? Ja. En Nigel, bedankt. Graag gedaan. En ik zie graag iedereen in Berkel en Schot bij Hotel De Druiventros dit weekend.